selectie gezet. Ik ben uit de selectie gezet door de K en de NSB. En niet zomaar uit selectie ben gezet, ik kreeg die pootje over. Ik kreeg die bochtjes, hebben ze niks aan, die banen zijn rond. De eerste 100 meter is geen probleem. Maar doen ze vlak voor de bocht, doen ze de boarding opzij. Achter de deur open schieten, zo staat die neus. Maar dan kreeg je ook die pootje over. Ik weet niet eens wat pootje over is. Ja, als je homovriend uit Australië komt logeren, dan heb je een pootje over. Ik heb één keer de Elfstedentocht gereden, reed vlak voor Bolzwart, reed ik achter even van Bentham. En vlak voor Bolzwart roept even van Bentham tegen mij: hier linksaf! Ik zeg: Ewa, krijg een pootje over! En ik schoot zo het centrum van Bolzwart in. Zo van de braderie dwars door de grote markt en ik flikker zo door de vooruit van bakkerij Sietsema. En bakker Sietsema maakte al een heel flauw grapje, die zei: wou je misschien een bokkenpootje over? Maar ik ken het gewoon niet. En dan hoor ik u denken: waarom ga je op schaatsen als je geen pootje over kent? Je gaat ook niet op korfbal als je niet gemengd wil douchen. Nou, bij de eerste wedstrijd wist ik nog van niks. Bij de eerste wedstrijd was het Tialf in Heerenveen, prachtig. En de eerste wedstrijd was ooit in mijn leven. En mijn broers en vader en moeder, alles aan de tribune. En vlak voor de bocht roept mijn vader tegen mij vanaf de tribune: pootje over! Ik dacht: nou, die zit de kip te eten. Dus vlak voor de bocht roep ik terug: bewaarma! In folie, dat blijft lekker vaars! En ik let niet op, ik flikker dwars door de boring. Bam, bing, bang, en ik beland zo tussen Maat Smeets en Ria Visser. Ik ken het gewoon niet, pootje over. Ben ik vroeger ook heel erg mee getreid door de jongens bij de ijsbaan. Ben ik in elkaar geslagen, hele kop kapot, hele bril stuk. Nou, er was nog één pootje over. En we hadden altijd op de grote markt een ijsbaantje. Er was altijd een meisje, die kwam naar mij toe. Die zei dan tegen mij: wou je met mij wel een rondje schaatsen? Zo graag. Kon ik niet. Ik moet naar 2 meter, moest ik naar de boarding. Ik moet even bijkomen van mijn hooikoorts. Ja, in december, duh. Maat Smeets heeft mij geholpen. Die heeft gezegd: bij pootje over moet je altijd denken aan de woorden die ik tegen mijn barkeeper zeg. Zet hem dan maar naast. Kijk, als je bijvoorbeeld 1 voet hier hebt staan. En je wilt bijvoorbeeld naar rechts. Of je wilt naar links. Of... nee. Kijk. Als je bijvoorbeeld die kant op wil, of rechts af, dan is het: ik vind het wel lekker, maar ik neem hem even op. Ja, ik heb geen zak over. Doe gelijk handsfree. Oh, fuck, de politie. Agent, hallo. Hallo. Nee, die is hier niet. Oh, die is bij u. Ja, wij noemen de kontje, ja. En er wordt verdacht van... koelkastenroofagent, houd toch op, zeg. Die kleine meid is zo klein, die durft dat nooit. Hè? Die is echt zo klein, die past zelf bij de kleinste Sanusi. Hoezo nou niet meer? Zwanger. Agent, houd toch op, zeg. Als ik u nou vertel, die vrouw heeft 3 jaar geen seks gehad. Hoe zou die zwanger moeten raken? Kan ik heel even spreken? Kontje, did you drink the potje? Nou, dat was nou optimaal. Now you are... wat is onbevlekt ontvangen? Now you are pregnant without spots. No, don't come here, otherwise they follow you. I pick you up.